René, hoeveel grip heb je als trainer in wedstrijden als deze? Ja, over het algemeen moet je de rol van de trainer al niet overschatten. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk ook met dealen met de situatie te maken. En ballen die wel goed of niet goed kunnen vallen. En dan moet je proberen zelf naar je toe te trekken en dat geluk af te dwingen. En dat leek hele lange tijd erop dat het ons ging lukken. Maar ja, des te groter de teleurstelling. Ja, want wedstrijd waarin inderdaad van alles gebeurde. Ballen die bleven hangen. Nou ja, je voordeel, want Moussa die profiteert ervan en scoort uiteindelijk de 1-0. Vuurwerk vanuit het uitvak. Ja, hoe lastig heb je je team het zien hebben vandaag? Met alles erbij was het natuurlijk een knotsgekke middag. Maar wat ik net zei, uiteindelijk gaat het dan veel minder om mooi voetballen. Gaat het veel meer om duelleren, knokken en uiteindelijk toch proberen iets naar jezelf toe te trekken om je voordeel te halen. Nou, nogmaals, daar hebben we zelf het voordeel van gehad bij de 1-0. Nou, het leek erop dat Moussa zelf ook de 2-0 kon maken nog voor rust. Dat is ons niet gelukt. Nou, dan krijg je de situatie dat we met 11 tegen 10 komen. En dan wordt het niet makkelijker voor jullie? Nee, dan wordt het zeker niet makkelijker. En dat is wel iets wat natuurlijk niet goed is. Dat je één dan de bal moeizaam in de ploeg kunt houden. Nou, dat was vandaag natuurlijk sowieso lastig gezien de omstandigheden. Maar dan ook dat je, voor mijn gevoel, dat we in plaats van druk naar voren zetten, toch te ver naar achteren komt in bepaalde momenten. En ja, daar een aantal hectische situaties ontstaan. En eentje daarvan leidt tot een goal. Ja, wat is nu eigenlijk al met al het gevoel? Want de wedstrijd stond toch wel een beetje bekend als de clash om plek 6. Nou ja, daar is nu geen verschil in gekomen. In die zin, je bent niet over ze heen gegaan. Ja, natuurlijk slecht. En zeker als je 1-0 voor staat en uiteindelijk de blessuretijd begint. Ja, die wedstrijd moet je dan over de streep trekken. En dat enige die we dat kwalijk kunnen nemen zijn we zelf. Ja, hoe was de stemming net in de kleedkamer? Wat zeggen jongens tegen elkaar? Hoe kijken ze elkaar aan? Ja, dat ze ook vonden dat we het weggegeven hebben. En dat we dan goede zaken hadden kunnen doen, maar het nagelaten hebben. Ja, kun je ze veel verwijten, denk je, je jongens? Nou ja, zeker wel naar de, verwijt is een groot woord, maar met 11 tegen 10, om dan met jongens te bespreken van wat we willen doen. En dan zie je dat het er niet uitkomt. Ja, dat voelt zo slecht. En dat je daardoor ook dan nog een goal tegen krijgt. Ja, dat voelt hem al natuurlijk als een domper dat je dan die 1-0 niet over de streep weet te trekken. Ja, ik weet dat je er aan tijd van zo'n wedstrijd helemaal niks aan hebt. Maar was Moussa Silla met zijn balvastheid en met zijn loopacties, met zijn doelpunt wel een soort van lichtpunt in deze wedstrijd? Nou ja, Moussa is natuurlijk lange tijd weg geweest. De kwaliteiten die hij heeft, de diepte en de dreiging, ja, die konden we goed gebruiken. Dat hebben we vandaag ook gezien. En dat is alleen maar goed voor het team dat hij weer terug is. Al met al, wedstrijd van mixed feelings ook wel een beetje? Nee, gewoon slecht. Want uiteindelijk nogmaals 1-0 voor en uiteindelijk met 11 tegen 10 spelen en nog de gelijkmaker tegenkrijgen. Ja, dan kun je geen mixed feelings hebben, dan kun je alleen maar een slecht gevoel hebben.